Go straight on. Oké. Okay. Ja, dan moet je even een stukje binnen door en dan gaan we weer verder. Ja, ja, ja. Ik ben ook weer een weg aan het openrijden. Ja, ik rij op best wel bekende wegen ondertussen. Dit gebied, dat heb ik al een beetje. Ja. Maar ja, goed. Maakt niet uit, je kunt ze niet allemaal tegelijk hebben. Nee. Keep right, and then exit right. Dan krijg je de hoek richting Le Mans, ondertussen. Right. Oké. Okay. Ja, dat klopt natuurlijk wel, maar ook die kant op. Ja. Maar ik geloof een snelweg, maar ik kan eens mijn 50 een stukje. Reparatie aan de weg. Nee, helemaal niet te zien. Oh. Okay. Ik weet niet wat dat hier markeert af en toe. Maar dat was maar een paar meter. Oh. Nee. Is goed. Ik ben er weer bij. Planken. Oh, wacht even, ik zie het nou. Op de, met de vrachtwagen op de linker rijstrook. Oh. Dan gaat hij ineens op 50 staan. Waarom dan? Als je hem weer inhaalt, hoe dan? Het zal wel. Geen idee. Vier en een half uur. Ah, ik nog drie uurtjes. Dan haal ik je toch stiekem in. Kom ik steeds dichterbij. Ah. Was ook de bedoeling toch? Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja, joh. Ik kom een tijdje over een paar minuten erbij. Volgens mij ook, ja. Ik zag een bericht verschijnen in de ooghoeken van de... Ja. Even oké, is goed. Laat maar komen. Ja hoor. Waar zit niet in de rol? We gaan richting Zuid-Frankrijk. Ah ja. Ik ben ook een heel eind onderweg vanaf Lille richting Zuid-Frankrijk. Thank you.
uur en een kwartier, dan ben ik er. Richard, hoe ver zit jij? Ik moet nog een klein uurtje. Oké. Dan ben ik op plaats van bestemming. Je hebt ook wel flink de sokken erin zitten. Nou, 85. Ja, lekker toch? Ja. Amai, zijn er al veel burgers. Ik ben al een poosje bezig. Hey, ik heb er hier weer eentje. Wat heb je er eentje? Op de plek waar ik moet wezen. Oh. Nou, ik moet nog 3 kwartier en dan ben ik er al. Oké. Dus het ziet er aardig op. Ja. Dan ben ik in feite jou voorbij gereden of... Ja, want ja, ik zit verder als jij nu zit, hè, officieel. Richting zuiden. Officieel wel, ja. Officieel wel. Ja, oké. Daar reden we niet achter elkaar. Nee, we moesten even een vracht zoeken en we hadden geen vracht al bij dezelfde kant op. Oh. Keep right, and then exit right. Dus dan zijn we afzonderlijk even een stukje gaan exit doen. Right. Om dus toch bij elkaar te komen en toch straks misschien wel vrachten samen te pakken. Wacht hier. Huh? TikTok nog gezien? Hè? Matthijs, TikTok nog gezien? De laatste? Ja, de laatste paar. Ik weet niet of hij ze allemaal ziet. Ja, klein ze allemaal. Oké. Goed zo. Kun je ze ook weer online? Ja, dat kan. Maar kijk maar om de 3 of 4 weken en dan like ze allemaal achter elkaar. Ja. Keep right and then exit right. Nou, ik moet mijn afslag nemen en dan ben ik op de plaats van bestemming. Mooi. Exit right. Wat reden we? Een zaak in Nantes. Ah ja, dat was de ding van mijn tunnel. At the roundabout, take the first exit. Ja, dat was die van de tunnel. Exit now. Dat was van in het in... Ja. En de tunnel mag je denken dat. At the roundabout. Wat zei Richard? Ik heb een vraag naar jou toe. En anders? Diep. Ah, dat is altijd goed. Exit now. Turn right. Ik moet nu gaan los. Here we are. Save us out. Hopla. Parkingplaats. Helemaal daar zo bevestigen. Oké. Het is alweer een half uur verlaterd. Het schiet lekker op. Het was zo moeilijk voor gewoon even een keer een babbeltje te doen en even niks. Ja. Het zijn 7 meldingen nu. Oh, wat? En ze bezig zijn, de politie en de brandweer. Oké. Okay.
een ontploffing, een leef milieuoverlast, een stief wapens gezien, rijgedrag, wegvervoer en arrestant van een collega. Tja, loskoppelen die zooi. Hartstikke idee. Maar ik ben niet zo, ik moet nou eerst op een strak gaan, maar ik kan al de melding zien. Oké. Okay. Via de apen. Ik ga weer level omhoog. Ik raak niet, een eurotruc, zit er toch iemand leek achter me. Ik raak niet omhoog. Oh. Ik had voor 30.000 euro een weggevoerd, ik kwam niet te laat, ik kwam mooi op tijd. Ik had geen schade erin, deze keer van niet. Ik had goed gewerkt, ik had 0 euro en 0 XP. Lekker is dat. Oh. Hoeveel tijd moet jij nog rijden, Richard? Ik ben een maand aankoppelen en dan kan ik het zien. Oké. Okay. 2 uurtjes. 2 uur? Ben ik er. Veel te lang. Oké, okay, nou dan doe ik eventjes nog een Nantes-Nantes route erbij. Ja, dat kan. Ja, moet toch wat, hè? Jee. Centjes verdienen. Let's go. Kijk. Waar moet ik heen? Eerst even laden. Dat is ook al een half uur. En de rit was, dacht ik, een uur als ik het goed zag. Dus ja. Zullen we niet veel mankeren als we aankomen? Nee. At the roundabout. Ik stond nog buiten dan, dus eigenlijk te wachten. Oh ja. Of te lossen, moet ik zeggen. Exit now. Dus dan ben ik straks in de stad zelf wat goed is, maar dan ben ik nog even de vraag van waar moet ik dan weer lossen natuurlijk. Ja. Dat kan ook nog alle kanten op zijn. Exit now. Maar je doet mijn truckboek het ook weer. Dat, ja, ik zat er nu in. Ja. Dat is fijn. Ik had er een virus in zitten, hè, in de truckboek. Oké. Okay. Die was binnengekomen, ik had gedownload en zat een virus in. Elke keer blokkeerde hij een virusscanner, de McAfee, heel zooi. Ja. Ja. Ik heb overnieuw gedownload via de officiële homepagina. Right. Ja. En had ik hem wel in één keer goed. Oké. Okay. Ja. Dus vooruit maar. Exit right. Volgens mij ben ik op Nantes Airport wezen. Oh. At the roundabout, take the first exit. Exit now. In ieder geval, ik zag het bordje Airport staan. Ja, ik zie vliegtuigen. At the roundabout, take the second exit. Exit now. Ik zie ze enkel nog niet vliegen. Het is donker, dan mogen ze niet vliegen. Oh. Get ready to turn right. Ik moest er lampjes aan doen. Turn right, and then turn right. Turn right. We are finished. Kijk, hier staan mijn trailer nog klaar. En wel gaaf zo met een achtersturende asje. Lekker is dat, hè? Ja, hij gaat echt heel scherp de bocht om eigenlijk ook. Ja. Zeker met achteruit draaien, is dat er zo snel onder. Time to hit the road. Koppeld. Dan gaan we weer. Oh, 45 minuten moet ik. Zo. Hallo, Matthijs. Tijd voor bed. Voor bed. Ik zie nou van de weg makker. Turn left. Turn left. Even.
zo. Ik wil wel mijn buik. Gaat dat je nog lang duren, maar ik wil wel naar mijn buik delen, niet? Nu al? Ja, ik ben al van 5 uur wakker. Hai. En dat in je vakantie? Take the second exit. Wat zie je? En dat in je exit vakantie? Now. Ja. Jij bent niet goed wijs. Nee. 2 uur in slapen van. Aan de vee wakker. Klaar wakker. Nog maar 3 uurtjes slapen. Oké. Okay. Even mijn lichten nog instellen. Dat heb ik nog vergeten. Zo. Ietsje meer groot licht hebben nou. Nog meer groot licht. Ja, joh, moest even knopjes nog aanzetten, was ik even vergeten. Oh ja. Nou, ik rij weer. Een half uurtje, ruim. Welke knopjes? Uurtje. Van je groot licht. At the roundabout. Je weet wel, second exit. Je extra lichter. Ik dacht verkeerslicht, hoe kun je dan in regelen? Ja, dat waren ze denk ik ook wel een keer. Maar lang zat te wachten. Wat? Even klik klik, even die verkeerslichten aan uitzetten. Oh ja. Is er nog storing? Waar? Daar. Ik heb geen storing. Van rood en groen licht. Exit naar. Nee, je hebt niet gezien, nee. Ik denk dat dit de laatste update gezeten heb. In promos is dat lijkt niet meer. Nee. Ik kreeg constant boetes binnen en ik kreeg geen boetes binnen. Ja, af en toe. Niet altijd. Nee. Keep right. Let dan nu gewoon een Belg ben en geen Nederlander. Ja, het zou kunnen, maar ik hoop het niet voor jou. Nee. Ik heb wel een keer een bericht gestuurd. Let dan uit dat ik een Belg ben en niet aangenomen word. Nee hoor, er zijn er nog 5 andere banen in hoor. Maar wel niet als meldkamer. Ik zou mijn jaren. Zitten om te kunnen verstaan af en toe, hè? Dat is ook handig. Kijk. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Nou, ik ben bijna weer met mijn los adres. Oh, toen was je weer weg. Hebt hij nou zijn gesprek? Ja. Yeah. In één. Is hij zo ongedurig af en toe? Ja. Ja, als jij dan begint, kun je het verwachten. Ja, precies. Exit now. Turn right. It's all over now. Nancy ontdekt. Oh, daar zit je vlak achter mij. Nee. Ik rijd nu de trein op bij waar ik moet los. Aha. Zeg, heb jij eens. Oh ja, ik zie je al, kom. Ik sta rechts. Ja, ik zie je, ja. Ik zie je rijden nu ook. Ja. Ik moet een stukje verder. Oké, okay, aan de andere kant van het bedrijf. Nee. Helemaal naar achteren toe moet ik. Oké. Okay. Ja, dat kan ook. Nou, eens even zo doen. Ik moet net achter de garage zijn. Oh nee, net voor de garage. Oké. Okay. Top. Huppla.
karretje op zijn plekje. Van een oplegger. Stop maar. Hop. Hij staat wel niet recht, maar hij geeft groen aan. Rijden met die zooi. Kijk. Dat had nog eens een slagboom. Doorgaan. Rijden. Oh, bijna trailers op weg gereden hier zo. Moet ik eerst even naar de pomp toe, die staat er ook een eentje verder. Heb die doos? Ja, ik zie een heel klein streepje nog. Ik denk van ho even. Oké. Okay. Ja, ik kan in de cabine zien hoeveel kilometer ik kan dan rijden. Oh ja. Wel een pomp. Dit niet. Oh, wacht even. Ik sta gewoon met mijn neus ervoor te kijken of het een pomp is. Shoot. Zo. Zo. Even volgooien. Blubberen. Geweldig. Oh kijk, dan gaan je eerste punten weer. Kijk, die zit ook weer vol. En dan. Even kijken, waar ga ik hem neergooien? Hier aan de overkant, bij de pomp, bij de... Moet jij repareren of zo, of waar wil je heen? Nee, ik hoef niet te repareren speciaal. Oh, dan zet ik hem wel bij de garage tegenover de pomp. Ja. Dus of zij kan pomp net waar ik van vakantie kom. Hey, dat gaat niet allemaal lekker. Hey, scherm weg. Oh, dat is niet goed. Nou, ik zwart scherm. Oh. Nou, we zijn er weer. Start die zooi. Even kijken of al mijn lampen aan staan. Ja, die staan aan. Vooruit. En weer even tanken. Kijken, moet ik even zo doen. Hopla. Nou, dan gaat hij weer. Tank vol. Ja hoor, tank is vol. En dan weer verder naar de garage. Oh. Die de stoep meenemen. Ondertussen is het al wel. Oh, bijna bord uit de stoep rijden. Hopla. Even kijken. Even in de hoek voor het gebak. Had ik niet in de weg staan.